Het grootste werk in Doepark de Haag is eigenlijk wel gedaan. Maar ja, er blijven altijd nog klussen over. En de vrijwilligers willen nog best. We gaan vandaag wat struiken uit de beplanting halen langs de Almeloze Aa. Dat zijn exotische struiken, heel veel van dezelfde soort. Die hebben heel weinig ecologische waarde. Maar ze halen vooral het zicht weg op de Almeloze Aa voor de wandelaar die zeg maar het park betreedt of uit het park loopt. Dus we maken wat schuine zichtlijnen op zo'n manier dat de privacy van de mensen aan de andere kant van het water wel gewaarborgd blijft. Maar dat de mensen die op het pad lopen het water veel beter gaan ervaren. En dan is er koffie. En dat mag ook wel na zo'n dorstige klus.